Hoe helpen we mensen uit de armoede? Hoe bestrijden we wantrouwen tegenover de media, de overheid of pakweg vaccins? Hoe combineren we nieuwe gezinsvormen met een 9-to-5 job? Hoe helpen we nieuwkomers te integreren? En hoe zorgen we ervoor dat all Black Lives Matter? Als deze vragen jou boeien, dan schuilt er misschien wel een socioloog in jou. Sociologie, dat is de wetenschap van het samenleven. Als socioloog onderzoek je groepen, organisaties en maatschappijen. Je bestudeert de wijze waarop mensen in deze contexten met elkaar omgaan. En daarbij zie je het grotere plaatje, dat anderen vaak over het hoofd zien. Je brengt maatschappelijke tendensen en veranderingen in kaart. Denk aan de grote transformaties en uitdagingen waar onze wereld mee geconfronteerd wordt. Ongelijkheid en armoede, vergrijzing en vergroening, diversiteit en multiculturalisme, het organiseren van sociale zekerheid, maar ook bijvoorbeeld het bestrijden van een wereldwijde pandemie. Wel, dit zijn stuk voor stuk vraagstukken van hoe we met elkaar samenleven. En als socioloog doorzie je die vraagstukken. Je zoekt oplossingen voor samenlevingen, organisaties, steden of het gezin. In de opleiding verdiep je je in theorie, methodologie en beleid. Je maakt kennis met wetenschappelijke theorieën over de maatschappij. We bestuderen de grote denkers in de sociologie en we bekijken wat hun werk ons kan leren over de samenleving vandaag. Je krijgt ook een ruime achtergrondkennis van andere humane wetenschappen, zoals politicologie, communicatiewetenschappen, filosofie, recht en sociale psychologie. Ook sociologisch onderzoek heeft een belangrijke plaats in de opleiding. Je leert hoe je observeert, hoe je gegevens analyseert en hoe je resultaten kritisch interpreteert. In de opleiding doe je ook praktijkervaring op. Je gaat zelf aan de slag met je eigen onderzoeksprojecten. Het beleid dat overheid en organisaties voeren om sociale problemen op te lossen, vormt een derde pijler van de opleiding. Je leert het beleid kritisch tegen het licht te houden. Je ontwikkelt ook zelf voorstellen rond maatschappelijke fenomenen zoals diversiteit, sociale ongelijkheid, arbeidsmarktveranderingen en gezondheid. Belangrijk is dat je bij de keuze van opdrachten en keuzevakken helemaal je eigen interesses kan volgen. En als je dat wil, dan kan je een semester in het buitenland gaan studeren, binnen of buiten Europa. Kortom, jij legt de accenten die je zelf wil. Veel van wat we doen, denken en voelen lijkt hoogst individueel. Maar als socioloog ontdek je dat dit voor een groot deel sociaal bepaald is. In de bachelor sociologie verwerf je inzicht in de samenleving. Je leert die te observeren en ook ten goede te veranderen. Na je bacheloropleiding kan je jezelf specialiseren. Je kan de master sociologie volgen met een specialisatie in cultuur en diversiteit. Of je kan expert worden op het vlak van arbeid, organisatie en samenleving. Je kan er ook voor kiezen om de Engelstalige Master of Sociology te volgen. En daar kies je tussen de opties Culture and Society, Social Data Science en Solidarity and Social Risks in Europe. Maar een bachelor sociologie biedt ook tal van andere opties om verder te studeren. Zo kan je kiezen voor een masteropleiding Sociaal Werk en Sociaal Beleid, Gender en Diversiteit, Sociale en Culturele Antropologie, Statistiek, Journalistiek of Communicatiewetenschappen. En indien je leerkracht wil worden, dan is er de Educatieve Master Maatschappijwetenschappen. Keuze te over dus. En dan je masteropleiding? Wel, sociologen die zien als geen ander de processen en mechanismen achter het samenleven. Sociologen zijn dan ook heel gegeerd op de arbeidsmarkt. We vinden sociologen terug op sleutelposities in wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, de sociaal-culturele sector, human resources, de welzijnssector en de overheid. Enkele voorbeelden. Sociologen tekenen het diversiteitsbeleid uit voor steden en gemeenten. Ze onderzoeken de impact van nieuwe gezinsvormen op welzijn. Ze adviseren en transformeren bedrijven om burn-out te voorkomen. Ze leiden sociaal overleg tussen werkgevers en werknemers in goede banen.
Ze ontwikkelen de programma's van onze cultuurhuizen. En ze ontwerpen beleid ter ondersteuning van kansarme gezinnen. Waar ook je ambities en interesses liggen, als socioloog maak je het verschil in de samenleving. Wil je inzicht krijgen in hoe mensen samenleven? Wil je maatschappelijke tendensen en problemen met een veelzijdige blik analyseren en onderzoeken? Dan is sociologie de juiste keuze voor jou.